Het douaneapparaat is druk bezig met een transitie rond invoering van de belasting toegevoegde waarde, de BTW. De wetgeving is voor 99% doorgevoerd, maar behoeft nog aanscherping. Dit zei Ramon Frederik, coördinator BTW-implementatie douane. De ambtenaar merkt op dat de douane in staat is om na te gaan wie belasting overdraagt. Voor 99% klopt het helemaal. We hebben toch wel wat hier en daar wat kleine, ja. Ook zijn haakjes die we moeten gaan gladstrijken. Maar we maken gebruik van het Assicuda-systeem. Mm-hmm. En daar dus, in het Assicuda-systeem is elke aangever dus verplicht digitaal aangifte te doen. Okay. Waardoor het systeem dus alle calculaties voor ons maakt. Dus we hebben dus een goed beeld van wat binnenkomt, wie de importeurs zijn, wie betaalt. Okay. Trouwens, iedereen betaalt, mm-hmm. Die andere 0%. Maar ja. We kunnen dus een goede evaluatie gaan maken van wat daadwerkelijk is binnengekomen aan BTW bij de import. Belastingdirecteur Ismael Kalaikan zegt dat aanscherping van de wetgeving geen gemakkelijke job is. Hij vertelt dat de coördinator bij de douane met deskundigen bezig is om aan te geven waar de aanscherping moet plaatsvinden. Even aansluitend, we hadden het over bijna 99% mm-hmm. is goed gegaan. Het is nou precies dat issue waar we 1% onder die 1% moeten doen. Er zijn natuurlijk goederencode. Het is een hele dik boekwerk met alle goederencode. En dat is die aanscherping die we moeten gaan doen. Ja. En dat doen we dus niet overnight. Want die wet is pas 2030 aangenomen. Ja. En we hebben ervoor gekozen als Belastingdienst, laten we die wet gaan uitvoeren. En gaandeweg het traject gaan we aanscherpen. En meneer Frederik is al bezig, heeft het niet gezegd, met deskundigen. Die opdracht heeft u om daar de aanscherping aan te geven. Kalaik Khan zegt dat hij nu ook bezig is met het ministerie van Volksgezondheid, omdat bepaalde zaken namelijk beter gedefinieerd moeten worden. Het volledige gesprek kunt u vanavond terugzien in ons programma BTW in de praktijk op kanaal 12.1.